Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video gaan we het hebben over waarom het belangrijk is dat jij genoeg eiwitten inneemt tijdens jouw knierevalidatie. Wil je daar meer over weten? Blijf dan vooral kijken. Leuk dat je nu kijkt. Mijn naam is Rick Kokke. Ik ben fysiotherapeut bij KnieCare in Nijmegen en specialiseer me alleen maar op mensen met knieklachten. We gaan het in deze video hebben over de eiwitinname tijdens jouw knierevalidatie en waarom dat zo belangrijk is. Want vaak wordt dit nog niet goed gedaan. Eerst gaan we het hebben over wat zijn dan eiwitten? Nou, eiwitten zijn eigenlijk de bouwstoffen van ons lichaam. Dus tijdens onze revalidatie verliezen we vaak spierkracht. En dat willen we weer opnieuw gaan opwerken om weer een mooi sterk lichaam te krijgen, zodat we weer lekker alles kunnen doen qua bewegen. Ik ga jou 3 redenen geven waarom het zo belangrijk is om die eiwitten in te nemen. Reden 1 is het spierherstel. Dus op het moment dat we gaan trainen in de revalidatie, dan doen we eigenlijk een klein beetje schade aan onze spier. Dat willen we weer herstellen om die spier uiteindelijk weer sterker te maken. En daarvoor zijn die eiwitten de bouwstoffen. Dus die helpen die spier weer sterk te maken. Reden 2 is de ondersteuning van het genezingsproces. Dus op het moment dat wij een blessure hebben, dan ontstaat er een ontstekingsfase in die knie en een hele reactie. En om dat in te dempen en mooi te kunnen laten herstellen, zijn die eiwitten goede bouwstenen. Reden 3. Op het moment dat je een blessure hebt, kun je natuurlijk minder bewegen. En daardoor zien we ook dat er wat afbraak is van het spiersysteem. Door goed je eiwitten in te nemen, zie je dat het proces zoveel mogelijk vertraagd wordt. Hoeveel eiwitten moet je dan innemen? Nou, normaal gesproken wordt gezegd dat je tussen de 1,2 en 2 gram eiwitten per kilogram lichaamsgewicht in moet nemen. Nou, dit wisselt nogal. Dit heeft te maken met onder andere geslacht, leeftijd en het aantal spierenmassa dat je in je lichaam hebt. Maar je kunt dit ongeveer als leidraad aanhouden. Waar haal je die eiwitten dan vandaan? Nou, het liefst haal je die gewoon uit je normale voeding. Dus dan kun je denken aan gevogelte, mager vlees, noten, zaden, peulvruchten, maar ook aan zuivelproducten en eieren. Ik denk dat dat wel een mooi lijstje is van producten waar die eiwitten in zitten. Als laatste is het natuurlijk belangrijk, wanneer neem je die eiwitten nou in? Nou, die probeer je in ieder geval verdeeld over de dag in te nemen. Maar vooral belangrijk is ook na de sportmomenten dat je binnen 2 uur die eiwitten weer goed aanvult. Dus probeer het te verdelen, dus probeer die producten in te nemen zoals we dat zojuist hebben gezegd. En eventueel snacks tussendoor met een handje noten om die eiwitten mooi verdeeld over de dag in te nemen. Dit waren de adviezen wat betreft de eiwitinname tijdens jouw knierevalidatie. Hopelijk heb je dat wat aan en heel veel succes met jouw revalidatie. Tot de volgende keer. Vind je dit een leuke video? Geef dan vooral een duimpje en wil je meer van ons zien? Vergeet je dan vooral niet te abonneren op ons kanaal.